meneer de minister, opnieuw. Ik baseer mij niet op insinuaties. Ik baseer mij op de feiten, de verslagen zoals ik ze gelezen heb. En ik heb ze ook volledig gelezen. Ik ga het nog eens herhalen. Op 28 september, toen ik u erover geïnterpelleerd heb, heeft u echt gezegd, ik weet van niks, ik heb de gesprekken niet gevoerd. Ja? Maar meneer minister, uw vertegenwoordiger is op elke vergadering aanwezig geweest. Dus ik ga ervan uit dat uw kabinetsmedewerker u op de hoogte houdt. Jawel, dat ziet dan in die verslagen. Sorry, meneer de voorzitter, maar dit ben ik nu beu. Hè. 28 september toont mij aan dat er gevolgen verslag is van die stuurgroep waarin daarin staat dat Uplay Slighter is. Dat is er niet. Stop met die insinuaties. Op 28 september wist ik niks van Uplay Slighter en mijn vertegenwoordiger in de stuurgroep ook niet, want toen was het toch niet aan bod geweest. Stop er nu mee. Of toon het aan. Oké. Okay. Het enige... Laten we... proberen deze zaak in alle sereniteit verder af te handelen. De standpunten zijn zeer duidelijk. We gaan niet in herhaling vallen.